commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, bracht op 11 december een werkbezoek aan Landert. Hij bezocht onder meer in Zeeland de bouwlocatie waar het kindcentrum komt, enkele bedrijven in de Maashorst en een tuinbouwbedrijf op het Oventje. De middag werd afgesloten met een persconferentie. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogst waarschijnlijk niets, maar het is waar ik ga. Ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelde op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. In ieder geval welkom. We hebben vandaag in Landert de commissaris mogen verwelkomen. Ik moet zeggen, dus als je dan, ik heb het ook in de inleiding gezegd, toch, ik voel me nog steeds wel een nieuwbakken burgemeester. Nou, als de commissaris dan in dat eerste half jaar langskomt, dan is dat prettig. Omdat je dan toch eens kunt laten zien hoe het in de gemeente gaat, de dingen die mij opgevallen zijn. En dan gaat het wat mij betreft, en ik hoop dat dat overgekomen is, toch over de dynamiek die in de gemeente zit. En toch ook wel een krachtige organisatie, krachtig bestuur. En ondernemers en burgers die toch wel aan de slag zijn om Landert elke dag weer een verder te brengen. Maar misschien, commissaris... Ik kan niet dat anders. U uw eigen beleven daar veel beter op kunt zeggen dan dat ik woorden in uw mond zou leggen. Ja. Als dat al lukt. Nee, dank u wel. De ambtsinstructie van de commissaris voorziet in het feit dat zo af en toe is bij de gemeente in zijn of haar provincie op bezoek wordt gegaan. Dat is erg nuttig, omdat je de relaties onderhoudt met de fractievoorzitters, de gemeenteraad en namens hen de fractievoorzitters met wie ik net gesproken heb, en het college en de burgemeester. En het is ook mooi om zo'n bezoek dan ook in het teken te zetten van wat zien en ondervinden zelf. Dat kan van alles zijn, maar vandaag was het bijvoorbeeld deze onderneming, een compliment, hè, waar ik een groot compliment zou willen uitdelen. Als je ziet de drive en de innovatie die hier zit om onze belangrijke agro- en foodsector naar een volgende fase te helpen van duurzaamheid, innovatie, vernieuwing. Dan is het mooi om de ondernemers daar zelf over aan het woord te horen en ook te zien hoe dat dan gaat. We hebben ook gezien hoe de Maashorst, waar een aantal gemeenten samen de verantwoordelijkheid dragen om meer allure aan dat landschap te geven. Mooi stuk natuur in Brabant, maar onder het motto van Willem Kloos, de dichtregel citerend, natuur is leuk, maar je moet er ook wat te drinken bij hebben. Investeren wij in vrije tijdseconomie, hè, natuureconomie, zodat we weten dat er niet alleen goed opnieuw natuur ontwikkeld wordt, dat ook ambitieus en met een hoog niveau van kwaliteit gedaan wordt, maar het gaat dan ook om verblijfsrecreatie die daarmee verbonden wordt. En we hebben hele mooie plannen gezien vandaag die op het punt staan uitgevoerd te worden, en dat heb ik ook gezien. En de burgemeester heeft helemaal gelijk. We hebben elkaar natuurlijk intensief ontmoet rondom de procedure van de opvolging van mevrouw Doorn. Toen heb ik veel contact ook met de gemeenteraad gehad. Dus in die zin was het ook een beetje reunie vanmiddag. En ik heb de indruk dat, dat had ik toen al, de burgemeester voortvarend aan het werk gegaan is hier in de nieuwe gemeente. En er, nou ja, ik zei het net al, je zit goed in je vel. Volgens mij is het erg goed om te zien hoe het hier gaat. Dynamisch, ambitieus en... dat is goed om te zien. Nou, misschien dat ik niet de hele tijd moet vullen met te zeggen wat ik ervan vond. Ik ga met een goed gevoel weg. Maar het is misschien ook een beetje de logica van de situatie dat u mij wat vragen kunt stellen. Want daar bent u tenslotte ook voor gekomen. Ja. Nou ja, we zijn net hebben wat plannen gezien van de Maashorst. Wat voor? Wat heeft u dan... Nou, er zijn planontwikkelingen natuurlijk om verblijfsrecreatie te ontwikkelen. En er zijn campings die zich willen omvormen, die daar ambities hebben. We hebben ook plannen voor natuurontwikkeling gezien. Dus echt het opnieuw uitbreiden van de natuurontwikkeling. Brabant heeft als enige provincie in Nederland de ambitie
om de ecologische hoofdstructuur af te maken. Nou klinkt dat heel technisch en ambtelijk, maar dat betekent eigenlijk dat we onze natuur in stand willen houden, verder willen ontwikkelen. Niet alleen omdat die natuur dat zelf verdient, hè, dat die natuur moeten we bewaren en beschermen. Wij wonen in ons landschap, zeg ik altijd, dus we genieten daar elke dag van. Maar er is ook business mee te maken op een interessante manier, door als het ware natuurpoortontwikkeling te doen, landschappen van allure, de relatie met streekproducten en eigenlijk praat je dan over gebiedsontwikkeling. Hè. Dus die Maashorst is een soort van gebied waar we kwaliteitsontwikkeling aan verblijfsrecreatie, natuurontwikkeling doen. En het gemeentebestuur trekt samen met de andere gemeenten die rondom die Maashorst liggen, die eigenlijk in die Maashorst liggen, op om daar allerlei planontwikkeling tot stand te brengen. Je bent ook bij het kindcentrum geweest? Ja. In Zeeland? Dat was de start vanmiddag om 1 uur. Daar hebben we gezien, ik zie op veel plekken in Brabant hoe het beleid waar mijn collega Van Haafden de grote kampioen van is, de leefbaarheid van onze kernen, door slim met de bewoners te kijken hoe je kunt bijdragen aan leefbaarheid. En dat, we hebben vanmiddag natuurlijk een bouwput gezien aan een kraan, maar het gaat om veel meer dan stenen en beton. Het gaat juist om wat mensen met elkaar organiseren. Hè. Dus de vrijwilligers, de verenigingen die ook soms slimme manieren van delen ontwikkelen. Dat is mooi. In Brabant heb ik altijd 1 filosofie. Dus als je kunt delen, kun je ook vermenigvuldigen. En dat zie je letterlijk terug in zo'n project. Hè. Want het staat nu in de stijgers, maar waar de school, het kindcentrum, de verenigingen samenkomen. En ik zie op heel veel plekken in Brabant dat buitengewoon inspirerend en vernieuwend werkt. Maar ja, er was toch best veel kritiek op dat plan natuurlijk. Ja. Kijk, dat is de algemene lijn. Natuurlijk heb je altijd de kwestie van kritiek. Ik heb onlangs de burgemeester van Geertruidenberg, een collega aan Geertruidenberg, die zei heel mooi. Kritiek is ook een cadeau dat je kunt uitpakken. Hè. Je kunt ook proberen te leren van wat anderen dan van jouw plannen vinden. En wat mij opvalt in Nederland is dat we toch te weinig de routine hebben om in een heel vroeg stadium bewoners en omwonenden te betrekken bij de planvorming. En ik denk dat dat belangrijk is. Ik noem dat meespraak, want inspraak, dan is het aan het einde van het plan. Dan kun je vaak alleen maar bezwaar maken. Hè. Dus het bestaat dan niet meer soms dan die mogelijkheid. En ik vind het ook een beetje Brabants om te zeggen van als je plannen hebt, nou hebben we het erover met elkaar. En er zijn heel veel mensen en verenigingen ook bij betrokken. Want het gaat niet alleen om de kinderen daar, maar om de verenigingen. Dus ik hoop dat het nu voorspoedig vordert, dat de plannen nu ook zijn aangepast. Dat veel mensen er straks een prachtig nieuw thuis krijgen. En de bedoeling is natuurlijk uiteindelijk om de leefbaarheid op langere termijn van ook de kleine kernen in Brabant op orde te houden. U had het ook even, of misschien dat Mike dat zei, maar over de dynamiek en de bestuurskracht van Lambert. Ben je het daarmee eens? Ik heb het buitengewoon. Als ik even aan zaken als herindeling, ik denk dat op het moment even een punt is in Lambert. Oh, dat is mij niet zo opgevallen. Ik heb vooral een gemeente gezien die zich realiseert dat je een paar dingen zelf kunt, maar dat je voor heel veel dingen de samenwerking moet zoeken. En dat wordt hier bijvoorbeeld rondom die Maashorst op een buitengewoon goede manier gedaan. Iedereen ziet dat je daar, laat ik zeggen, met z'n allen op moet trekken om dat te realiseren. Maar u verwijst waarschijnlijk naar de discussie die in Brabant gaande is, hè, waar wij gezegd hebben als provinciebestuur samen met onze Brabantse gemeente, laten we elkaar uitdagen op de vraag of wij vinden dat we klaar zijn voor de toekomst, dat ons bestuur sterk is, krachtig, veerkrachtig. Niet alleen om de problemen van vandaag op te lossen, maar om de kansen van morgen goed te pakken. En die discussie is in volle gang. Het laatste relevante document op dat punt is het brief van het college van de GS, die voor de zomer heeft aangegeven hoe wij in dat proces staan en hoe wij daar samen met onze gemeente verder willen optrekken. Hier en daar zie je dat gemeenten zelf met plannen komen om ambtelijke fusies te proberen. Anderen zeggen, nou, wij vinden het eigenlijk prima zoals het is en we wouden voorlopig zo eens doorgaan. Anderen zeggen, nou, wij hebben argumenten om bij de provinciebestuurders te vragen, denken ze mee over een fusie van gemeenten. Alle varianten komen over de hele provincie gezien voor. En ik moet er ook zeggen, ik ben er trots op. Wij doen dat niet op z'n Haags, hè, want we zetten een soort technocratische norm en wij zullen het in Den Bosch wel eens even bepalen. Dat is niet de houding, nee. Samen, wel eerlijk en constructief zoeken naar hoe het beter kan. En ik weet niet of je zich het realiseert, maar er verandert de komende jaren natuurlijk enorm veel. Niet alleen moeten we economische kansen pakken, maar als u zich realiseert welke taken
erop gemeenten afkomen op het gebied van de zorg, de decentralisaties, u heeft er ongetwijfeld van gehoord. En dan is er op zijn minst één aanleiding, maar er zijn er wel meerdere, om eens te kijken, god, krijgen we dat nog goed georganiseerd? Dan ook wel niet te klein, als ik het even onderbiedig mag zeggen. Dat is wel eigenlijk, want daar hebben we het natuurlijk over gehad ook wanneer het gaat over de koers die wij naar aanleiding van veerkrachtig bestuur kiezen. En ook vooral ook naar die sterkte-zwakte-analyse die we zelf in onze organisatie gemaakt hebben. Ja. Waaruit eigenlijk komt dat we met een aantal verbeterslagen die we al ingezet hebben, een organisatie hebben die in ieder geval onze eigen ambitie waar zou kunnen maken. Discussie in de raad de afgelopen periode is geweest van we pakken de koers op samen met de Maasdorpsgemeente, Os, Uden en Bernese, onze buren, waarin we een aantal slagen kunnen maken. Maar herindelen is in ons beleven in ieder geval niet een vies woord in de zin dat we helemaal omheen moeten gaan naar de toekomst. Maar het is nu niet de eerste weg om de eerste slagen te kunnen maken. Dus we gaan op wat. Vindt u dat ook? Ik vind nog helemaal niets. Ik vind dat wat ik vind eigenlijk nog helemaal niet zo relevant is. Ik vind dat de raad van deze gemeente aan zet is op de uitnodiging van het provinciebestuur in te gaan om daar eens positie te kiezen en iets te ontwikkelen. En mijn collega Pauli is drukdoende om als het ware in dat proces van we maken wat rapporten, wat studies, we entameren een debat, we vragen raden om daar eens goed naar te kijken, kritisch te reageren. Op basis daarvan is een brief gemaakt. Dat zal zo nog wel even doorgaan. De provincie is alleen aan bod als partner op het moment dat men dan niet uitkomt en ons steun vraagt om mee te denken, om het proces mee aan te jagen en misschien ook af en toe eens een knoop door te hakken. Maar dat is eigenlijk helemaal het einde van het proces. Het primaat ligt echt bij de raden en daar hoort het ook te liggen in een democratische staat. Een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Gemeenten zijn geen kantoren van de provincie van de overheid. Het zijn zelfstandige politieke gemeenschappen die over hun eigen lot kunnen beslissen. Iedereen snapt dat een heel klein gemeentelijk apparaat soms wat kwetsbaarder is, omdat je niet de deskundigheid hebt of maar één iemand die voor een bepaalde taak is. En als de vergunningverlening ziek is, kunnen er geen vergunningen meer worden verleend. Nou, iedereen snapt dat je daar gaat samenwerken. En misschien wel, want op zich vind ik dat wel prettig als je kijkt naar de onderzoeken waarin naar landen nog als een weeffout, een witte vlek, etc. benoemd wordt in de reactie van de provincie. En daar zijn we hartstikke blij mee, dan zit er toch een heel andere teneur in. Probeer je te versterken, weet dat je kwetsbaar bent, ik bedoel dat is als kleine organisatie, en ga daarnaar acteren. En ik denk dat dat hetgeen is wat op dit moment door het gemeentebestuur gedaan wordt. Ja. En dan vind ik toch, als ik mag komen, zijn het ook wel prettig om hier te melden. We hebben twee complimenten gekregen en daar ben ik ook hartstikke blij mee. Daar, waar het gaat over financieel beleid. En dat is een compliment aan het bestuur, maar ook voor onze organisatie, zeg maar, die daar toch op een bepaalde manier mee in zit. Toch op die lange termijn aan het sturen is en die financiën zijn daarin belangrijk. En het tweede, en dat is natuurlijk in de gemeente Landert een dossier wat altijd bovenop heeft gelegen, in ieder geval, ik weet niet beter dan dat is, over de intensieve veehouderij. De zorgvuldigheid waarmee dat aangepakt wordt en waar we ermee bezig zijn, dat wordt zeer gewaardeerd en ik ben hartstikke blij dat het gezien wordt, omdat het hier echt met die gevoeligheid in die Q-koortsomgeving, zowel de raad als bestuur als organisatie, daar denk ik ook echt op die manier mee bezig is. En in ieder geval prettig om te weten dat het gezien wordt, omdat ook de provincie natuurlijk in dat beleid een belangrijke partner is. Ja. Ik dank u zeer voor de belangstelling. En ik zeg het ook tegen de vrienden van Omroep Landert. Dat is altijd mooi om te zien dat we er weer zijn. Dank u wel. Er was gisteravond een mooie bijeenkomst van lokale omroep in het provinciehuis door de gedeputeerden. En we hebben hoge verwachtingen van het fenomeen lokale omroep. Ook in samenwerking met de krant, moet ik zeggen. Dat is iets wat we in Brabant echt aan het ontwikkelen zijn. Maar dat is een mooi stukje als u daarover gaat schrijven. Bedankt. Bedankt.